Het ministerie van Volksgezondheid heeft in het kader van Wereldhypertensiedag op 17 mei de Hoge Bloeddruk Bewustwordingsmaand 2024 aangekondigd. Dit initiatief, bedoeld om bewustzijn te creëren over hypertensie en om het belang van een gezonde leeftijd te benadrukken, zal een reeks activiteiten omvatten om de gemeenschap te betrekken en te informeren. Ritesh Dampat, onderdirecteur op het ministerie van Volksgezondheid, legt uit dat de maand officieel pas op 1 mei wordt geopend, maar het ministerie het van belang vindt om nu al activiteiten op te starten. Ja, dus in principe zijn we gekomen op het idee van hypertensiebewustwordingsmaand vanwege ons eerdere project, HEARTS Initiative in Suriname. We zijn daarmee gestart al 2 jaar geleden. En we zien dus eigenlijk binnen het HEARTS project dat ongeveer 60-70% van de mensen die binnenkomen bij de intake een hoge bloeddruk hebben. Mm-hmm. Een bloeddruk dat niet past binnen de normaal. Alhoewel ons project een slow start heeft, willen we ook nu gaan naar de gemeenschap van hey, mensen, we hebben zo'n project, komen jullie, neem deel aan zo'n project. Uh-huh. En daarbij worden de patiënten dus gestructureerd, geadviseerd en natuurlijk wordt er een plan van aanpak gemaakt. Niet alleen voor hoge bloeddruk, maar ook andere risicofactoren die mensen kunnen hebben. En als we praten over risicofactoren, dan moet je denken aan een slechte eetgewoonte, niet bewegen, obesitas, ja. Roken, niet vergeten. En natuurlijk ook overmatig gebruik van alcohol. Dampat geeft een uiteenzetting wat een meting van een normale bloeddruk moet zijn. Hij is ervan overtuigd dat personen vaak genoeg bepaalde resultaten van hun metingen onderschatten. Nou, de gangbare, wat de WHO eigenlijk als grens hanteert, is dus de 120-80. Alle bloeddrukken beneden 120-80 wordt gezien als normaal en gezond. Natuurlijk kan je niet te laag gaan, dus daar is er ook een ondergrens, 90-60. Dus 90-60 en 120-80, dat is dus de normaal optimale bloeddrukken. Wanneer je gaat boven 120, dan praten we van 120-30 en de onderdruk 80-90, dan praten we van de voorfase hypertensie. Okay. Dat betekent, je bent dan in de voorfase van bloeddruk krijgen. Okay. Het moment dat je boven 140-90 gaat, dan ben je in principe al een hypertensiepatiënt en dan moet je dan ook zodanig behandelen met medicatie in de meeste gevallen. In de voorfase en in principe alle gezonde mensen worden altijd geadviseerd om een gezonde leefstijl op na te houden. Want daarmee kan je dus de progressie naar hoge bloeddruk vertragen of juist helemaal voorkomen. Het uitgebreid gesprek over de Hoge Bloeddruk Bewustwordingsmaand kunt u zien in ons programma In Gesprek Met, dat vanavond om 8 uur wordt uitgezonden op kanaal 12.1.